Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Padkel Steigerbouw, de steigerbouwer van Amstelveen. Welkom bij de 8 van Amstelveen, speelronde 8, aflevering 6. Niet een geheel volledig programma, maar wel veel voetbal. En het was het eerste weekend dat er een complete speelronde was, zonder dat er publiek langs de lijn mag staan. Peet, goedenavond. Jij bent wezen kijken bij een aantal wedstrijden. Ja. Jij mocht dan wel omdat je pers bent. Wat was de sfeer rondom die velden? Kijk, de sfeer rondom die velden, het was gewoon... Het leek wel zondagochtend 8 uur. Het was gewoon heel stil en het was ook een beetje een saaie sfeer wat erin. Wat wel prachtig weer was. Ja, het was super mooi weer. Kijk, bij Roda 23 kom je binnen. Ja, daar is het van keurig geregeld. Er staat een beveiliger met een desk. Er wordt je QR-code gescand en dan kan je naar binnen. Maar ja, er zijn ook voetbalclubs. Ik noem even een Amstelveen Heemraad. Als je daar op het trein komt, dan heb je 5 ingangen. Ja, dus het valt niet te controleren. Dat valt bijna niet te controleren. Nee. Over Roda gesproken, daar gebeurde zaterdag het volgende. We hebben een foto van Koos van der Leest. Ik zie hier politie in beeld. Weet jij wat daar gebeurd is? Ik heb begrepen dat er een voetbalteam, een voetbalploeg, geweigerd heeft hun QR-code te scannen. En... zoals ik al eerder zei, Roda heeft dat heel goed op orde. En die investeert een hoop geld in beveiliging om dat goed te handhaven. En hoe dat verder... En niet iedereen houdt zich daar dus aan? Voor Roda wel natuurlijk. Maar waarschijnlijk is dit een tegenstander geweest. Ja. Die is niet eraan... Laten we maar eens even kijken hoe het ging langs de velden. We waren zaterdagmiddag bij Roda. En zondagmiddag bij Sporting Martínez. We hebben gewoon dat uit te voeren wat er uitgevoerd moet worden. Wij hebben zelf bepaald dat wij kunnen het onze vrijwilligers niet aandoen, vinden wij, om altijd maar die QR-code te controleren en altijd maar diensten te hebben bij je deur of bij je hek. Dus wij hebben daar een van onze sponsoren voor ingeschakeld, No Kidding, beveiligingsbedrijf. En die zetten iemand voor de deur om die QR-codes te controleren. En dat dat nodig is, bleek gisteren bijvoorbeeld wel dat we een incident hadden waarbij een heel team gewoon de QR niet liet zien en wel naar binnen liep met dreigende taal en schofferende woorden. Alle clubs mogen zichzelf toch de vraag stellen van weet je, met z'n allen zitten we hier niet op te wachten op deze regels, maar we moeten er wel met z'n allen wat van maken. En dus of je nou bij je eigen club bent of ergens te gast bent, gedraag je gewoon en maak het elkaar niet nog moeilijker dan het al is. Ja, dat is wel heel jammer. En ook aan de ene kant begrijp ik, aan de andere kant is het ook een beetje lastig om te begrijpen dat hier makkelijk op 1,5 meter zou kunnen staan en kunnen kijken naar de kinderen. Maar dat zijn de keuzes die gemaakt zijn. Wij zijn natuurlijk geen virologen, maar het blijft heel raar. Buiten zijn, afstand kunnen houden. En heeft het nog zin om zo te voetballen? Het hele plezier gaat er toch vanaf zo? Ja, maar kijk... We hebben het nu nog over eerst elftal, maar wat dacht je bij jeugd en... Maar we zijn al 2 jaar bezig. En we weten het allemaal beter. En de besmettingen zijn nu... Het gaat weer... echt heel hoog. Ja. En wat wijsheid is, dat laat ik toch wel aan de deskundige over. En ik ga mijn vingers ook niet branden aan een RIVM-uitspraak. Wat ik nog wel even wil zeggen, ik heb een aantal voetballers gesproken. Niet in eerste elftallen en die moesten ergens in Amsterdam voetballen.
Nou, daar leek het wel of het niet bestond. Geen QR-code laten zien. Volle kantine, gewoon publiek langs de lijn. Ja. Dus ja, wie moet daarin optreden? Ja, of moet je het maar gewoon laten gaan? Ja, volgens de overheid moet de handhaving daarin optreden. Ja. De clubs moeten het eigenlijk faciliteren. Clubs verdienen geen stuiver op dit moment. Nee, zo. Die hebben weinig vrijwilligers. Weinig geld in de kas. Ze maken alleen maar kosten. Ja, maar kijk, Roda heeft de luxe dat ze genoeg gelukkig gezond zijn. En een sponsor. Maar er zijn heel veel clubs die dat niet hebben. Ja, en zo'n beveiliger kost per weekend gewoon ongeveer 1000 euro. Ja, dus opteer jij voor stop het nu en iets kortere winterstop en hopen dat het straks wel kan. En dan deze wedstrijd allemaal maar even uitstellen. Heel lullig voor alles en iedereen. Ik zou wel jeugd door laten gaan, 's ochtends. Dat is heel belangrijk voor met de kinderen. Ouders langs de lijn? Zonder ouders. Wel, of één ouder. Dat is bijna niet te doen. Nou ja, wel één ouder dan, één begeleider. En ik zou de rest toch allemaal even stopzetten. Opschuiven naar volgend jaar. Ja. En allemaal even pas op de plaat. Ja. Oké, goed. Dan gaan we naar het voetbal. Want er werd natuurlijk wel gewoon gespeeld. Ook zonder publiek. Normaal beginnen we zaterdag tweede klasse A. Nou, ANV was vrij dit weekend. Dus kijken we alleen even heel snel naar de uitslagen. En dan zien we dat de topper tussen HBOK en OSV eindigde in 5-1. HBOK blijft aan kop en AMVJ staat nu 9e, 6 punten uit 7 wedstrijden. Ja. Dan gaan we naar de derde klasse B. Het sprookje van Roda, zaterdag mag ik het zo noemen. Eerste 3 wedstrijden, Dick Florian, je kijkt me aan. En daarna 4 wedstrijden niet verloren. Ja. Stonden 2-0 achter tegen Jos Watergasmeer en uiteindelijk wordt het nog 2-2. Ja. Nog even, je zegt, ze zijn al 4 wedstrijden ongeslagen. Ja, nou zijn ze ook. Feyenoord was 8 wedstrijden ongeslagen, die verloren 16 punten. En, omdat ze 8 keer gelijk speelden, bedoel je? Omdat ze 8 keer gelijk hebben gespeeld. Dus, ja, maar goed, dus, als je de eerste 3 wedstrijden zo dik verliest. Ja. Ja, kijk even naar de tegenstander. Ja. Waar ze tegen speelden, de eerste 3 wedstrijden. En, kijk, en de ploegen die ze de laatste week hadden, zijn wel ploegen allemaal een beetje onderin het rijtje. Klopt. Maar ja, nogmaals, Roda heeft nog steeds geen trainer. En, maar ja, goed, ik denk als... Ja, als het zo doorgaat, hoeft het ook niet. Nee, maar ik weet nog steeds niet of het verplicht is van de KNVB. Om te trainen bij een eerste elftal in de... Ja, wel, maar op papier zullen ze er vast wel eentje hebben. Ja, dat is ongetwijfeld geregeld. Want, ja. Dit is Nando Wijnands, 2-0 en hij scoorde 2 keer. Ken je hem? Ja, wereldgozer, wereldvoetballer. Je ziet hem een uur, kan je hem niet zien. Maar in ene komt hij uit die goocheloed en dan maakt hij een beweging. En uit stilstaande... Haalt hij uit. Ja. Geweldig, zijn goals waren een punt waard in ieder geval. Ja, en een belangrijk punt. Zeker. Want... En als je 2-0 achter staat, dan is het een soort van gewonnen punt. Ja, maar er zit ook beleving bij Roda 23 in die ploeg. Hè? Ja. Het is gewoon echt een hele leuke club. Het is een eenheid. Het is een vriendenteam. Oké, dus... nou goed. Voordat jij met je stokpaardje Roda weer heel lang doorgaat, gaan we naar die andere club in deze afdeling. Amstelveen Heemraad. Ja. Verloren in Rijshout met 2-0 van SCW. Ja. Ja, moeten we ervan zeggen. Nou, Amstelveen is ook mijn stokpaardje. Alleen, die hebben wederom met 2-0 verloren nu. Ja. En ja, ik weet niet, ik weet nog steeds niet hoe de situatie is. Misschien hebben ze nu 3 trainers. Of ik... Ja, ik moet daar steeds... Zij hebben daarvoor gekozen om het zo te doen met 2 trainers. Ja. Ja, maar ja, nee, ik vraag het alleen. Ik weet niet, ik zoek ook een oorzaak. Want gewoon maar je als derde trainer daarbij of zo? Ik? Nee, zeker niet. Nee. Ik kijk, die jongens hebben gewoon een hele goede ploeg. En wat ik zie, ook in het voetbal en eromheen, iets klopt er niet. En ik denk, als ze gewoon 1 trainer erop zetten, gewoon weer gezellig maken het Amstelveen Heemraad, dan krijg je echt leuk voetbal daar. Ja. Dus jij pleit ervoor om van een van de 2 afscheid te nemen. Edwin van Haas, nee, van Maas. Je hoeft geen afscheid te nemen van een van de 2. Maar eentje moet naar voren komen. En de ander moet op de achtergrond blijven. Ik heb het idee dat Alblas dat steeds meer gaat doen. En dat ze hem echt klaarstomen om straks gewoon dat over te nemen. Straks? Ja. Ja, je hebt het over een derde klasse zaterdag, Thijs. Volgend jaar nog steeds. Ja, zoals het er nu uitziet wel. Ja. Want, laten we maar even kijken naar die uitslag. Wat opvalt is dat Kadoule zijn eerste overwinning van het seizoen boekt. En Buitenboys de koploper gewoon weer wint. Ja, en dan de stand, Peter. Daar kan ik nog wel 1 ding over zeggen. Roda is Amstelveen voorbij. Ja. Roda staat 10e met 7 punten. Zo. En dus 4 wedstrijden ongeslagen. Ja. En Amstelveen staat nu 11e met 6 punten. Ja, 1 punt onder Roda. Had toch ook niemand verwacht aan het begin van het seizoen.
Nee, maar hoeveel wedstrijden, je noemt het op, zijn we bezig, Matthijs? Ja. Weet je, nog 2 wedstrijden voor de winst. 7 wedstrijden gespeeld. Ja. Nou, dus ze moeten er nog 17. Ja, nou, ik zie Amstelveen Heemraad. Dik boven Roda eindigen? Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Nou ja, je ziet inderdaad wel die wedstrijden die Roda niet verloren was tegen Jos, tegen De Meer, tegen Amstelveen natuurlijk. Dus ja, er zijn allemaal ploegen die onderin de ranglijst staan. Nou, we hebben de wedstrijd ook gezien, hè? Dus ze zouden hem ook makkelijk kunnen verliezen. Tegen elkaar bedoel ja. je? Ja. Ja. Oké. Okay. Goed. Gaan we naar de vierde klasse D, waar Erke Fik met 3-1 won van Overbos. Nou, dat is niet zo verrassend. Maar Martinez, al weken heb je het over van waarom gaan we niet een keer naar die zaterdag van Martinez. Ja. Nou, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een aantal stagiaires nu hebben rondlopen. Ja. Die zijn er geweest, maar eerst eventjes speelde tegen de Germaan, Peet. Ja. Martinez stond 2-0 voor. Jongens, start die beelden maar even in. Moet eens kijken wat er allemaal gebeurt. Dat is de leider, die trapt even een bal. Leider van de Germaan is dat. Ja. Het was, ging er allemaal heel vriendelijk aan toe. Die scheids heb iets meer buik dan mij, Matthijs. Nou, er zat dus blijkbaar toch een paar mensen op de tribune. Dan hebben we de leider weer. Kom maar. Hup, die wil even met een stoel nog tekeer gaan. Nou, het wordt dan wat rustiger. Dan krijgt een speler van Germaan, die jongen die hier staat te wijzen, die krijgt rood. Ja. Nou, dankzij wat teamgenoten blijft dat nog allemaal rustig. Nou, uiteindelijk halen we het eind van de wedstrijd, maar dan komt de begeleiding van de Germaan toch nog even verhaal halen. Jij bent de oorzaak dat dit zo uit de hand loopt. Dat zei die leider van Germaan tegen de scheidsrechter. Nou, herkenbaar? Ja, herkenbaar. Maar ik keur dit af, Matthijs. Dit hoort niet thuis op het voetbalveld. Niet naast het voetbalveld. En ook niet bij de ingang. Maar dit is het soms, hè? Wat dus gebeurt gewoon op die veld. Dan hebben we het hier nog over standaard elftallen. Met een scheidsrechter aangesteld door de KNVB. Het is niet dat het iemand van de club even dat doet. Nee, maar ja, respectloos. Want je ziet die jongens in het veld, die zijn allemaal vrij netjes. Die helpen allemaal. Wel die jongen die rood kreeg, die ja, wilde wel goed, even. Dan kun je, vroeger kregen we ook wel eens rood, waren we ook even een beetje opgewonden standje. Ja. Dat mag en dat mag je ook even wijzen. Maar de begeleiding is maar, in dit maar geval. Wat de begeleiding nu doet, dat is A, geen goed voorbeeld voor de jeugd. En ook voor de spelers. Maar dit hoort gewoon niet thuis op het voetbalveld. Oké, okay, goed. Jij vraagt er al weken om, wanneer gaan we een keer naar Martinez zaterdag? Ja. Dan krijg je dit soort beelden dus gelijk, ja. Bedankt Heet. Ja, maar, sfeervol. Verslaggever Jur van Rooyen ging er naartoe ja. En ging het gesprek aan met trainer Jesse Lishouwer. Jesse. Pas! Lekker jongens! Zet hem op! Lekker zeg! Hij zet lekker bal, Jesse! Lekker zeg! Wat voor soort jongens train jij? Is eigenlijk zoals je ziet achter me zeer multicultureel. Dus dat is hartstikke leuk en gezellig. Maakt het nog verschil dat ze multicultureel zijn om mee te werken? Nou ja, toch wel stiekem. Waarom? Meer emotie. Plezier komt door prestatie uiteindelijk. Als je alles verliest is er niks aan. Des te meer je wint, des te leuker het wordt. Was de afgelopen overwinning belangrijk? Ja, zeer belangrijk. Heel belangrijk voor het lekkere gevoel. Een paar wedstrijdjes verloren, dus dan moet je weer even winnen om het gevoel lekker vast te houden. Dus als je alleen maar nogmaals blijft verliezen, dan wordt het steeds moeilijker en minder plezierig. Het is goed. Draai door. Go. Ga maar. Ja, ben je nog van plan lang trainer te blijven van dit team? Ik heb ooit gezegd tot mijn 50ste wil ik in een eerste elftal voetballen. Dus dat is nog een paar jaartjes en wat ik dan doe, dat zie ik dan wel. Heb je ambities om hogerop te gaan of is dit niveau prima? Als je hogerop wil moet je studeren of moet ik anders studeren. Dus dat ga ik niet meer doen. Maar als een assistent zoiets dergelijk, dan kan je wel hogerop. Ja, doe het maar! Jammer, Jamie!
Ja, is het lastig om op zo'n laag niveau te werken, terwijl je vroeger hoog hebt gespeeld? Nee, want uiteindelijk is het toch allemaal de plezier en die beleving die telt. En natuurlijk, des te hoger je speelt, des te makkelijker het is om... Of dan ga je specifieker trainen, laat ik het zo zeggen. Hebben jullie normaal veel publiek bij de wedstrijden? Ja, maar het is veel hè, tegenwoordig. Kijk, in mijn tijd had je nog bij NFC 1200 man staan. Nou, dat zie je ook niet meer in Amstelveen gebeuren. Dus ja, een paar ouders en een paar vriendinnen en een paar dat soort mensen. Blessures, hè, die komen ook nog wel kijken. Goed, ze winnen dus uiteindelijk met 2-0 van de Germania. Je moet heel erg lachen toen je Jesse hoorde spreken. Ja, Jesse, briljante trainer, briljante gozer om erbij te hebben. En ik noemde hem Bakootje. Wat mij opviel, hij zei dat hij wil tot zijn 50ste in een eerste elftal voetballen, zegt hij. Dat zei hij, ja. Maar volgens mij bedoelt hij eigenlijk meer bij betrokken zijn, denk ik. Of doet hij af en toe nog mee? Walking voetbal misschien? En dat is ook bij Martinez. Nou, ik weet dat hij heel lang toen hij bij NFC trainer was, dat hij nog heel vaak meedeed namelijk. Ik weet niet of hij dat nu nog doet. Het verbaast me niks, want ik denk dat hij gewoon nog in iedere zaterdag één kan voetballen ook. Ja, yes. Hij heeft altijd in de hoofdklasse gespeeld natuurlijk, ja. Dus bij DWV onder andere. Verder nog opmerkelijke uitspraken van hem of niet? Nee, dit is Jess, briljant. En hij zegt wel als je alleen maar verliest, dan is het niet leuk meer. Maar hij is net zo gezellig als je alles verloren hebt. Dan is hij milder geworden. Ja, milder, even een minuutje. Maar daarna is hij gewoon weer een gezellige peer. En ik wens iedere club zo'n trainer. Ja, hij hoopt het linker rijtje te halen. Staat nu... Zevende, geloof ik. Staat nu bovenaan het achtste. Want laat mij van die stand kijken gelijk. Hoofddorp koploper met 21 uit 8. Gevolgd door VEW, 2 punten minder. HBC Erkenfik, dat is won, staat vierde met 15 uit 6. 2 wedstrijden minder gespeeld. En Martinez staat achtste, Peet, met 10 punten uit 8 wedstrijden. Ja, weer gestreken. Ja. Goed. Nog maar 2 punten en ze kunnen doorschieten naar het linkerrijtje. Naar het linkerrijtje. Goed, dan gaan we naar de zondag tweede klasse B. Nemen we afscheid van Jesse Lissauer. En gaan we naar Roda tegen DCG. 1-1 werd het met de gelijkmaker van Mitchell Bakker in de allerlaatste minuut. Ja. Je was daar. Ja. Was dat een verdiend gelijkspel? De 0-1 van DCG. Wij kwamen terrein op. Hoorden we de ene kenners zeggen het was buitenspel. En de ander zei het was geen buitenspel. En toen sprak ik een neutraal iemand van Roda. En die zei het was geen buitenspel. Het was... zuiver doelpunt. Echt een zuiver doelpunt. En die laatste is ook terecht, maar Roda was wel beter hoor, dan DCG. Dus, die gelijkmaker die was wel meer dan verdiend? Ja, Roda had gewoon moeten winnen en kunnen winnen. Mooie goal, dus, Mitchell Bakker. Ja, Mitchell is een... Mooie foto trouwens dit, ja. Van Koos van Lees. De ontlading, maar dat snap ik ook wel als je hem in blessuretijd nog maakt. Dat vind ik ook even een complimentje, de foto... Foto's van Koos van der Lees, die zijn altijd geweldig. Hè? Ja, en Hans van Beek natuurlijk, de foto's bij Amstelveen. En Hans, ja. Ja. Dus het was trouwens een pittig weekje voor haar, want dinsdag gingen ze al onderuit bij Wees met 3-1. Ja. Dus ja, en als ze deze ook weer verloren hadden, ze stonden tweede toen wij 2 weken geleden onze laatste uitzending hadden, omdat het vorige week inhaalweekend was. 4 dure punten in 2 wedstrijden. Ja, dus 1 puntje uit 2 wedstrijden, maar Roda is dus geen titelkandidaat. Nee. Nee, maar dat heb ik al van tevoren gezegd, want er zijn al 3-4 ploegen die iets meer vergoeding hebben. Daar zie ik wel een andere kampioen in komen en ook een periodekampioen. En Roda heeft een goede start. Maar ja, je ziet het nu in 2 wedstrijden 4 punten verliezen. Je kan die punten maar vast beter hebben. Ja. Want kijk maar even naar de stand. Ze staan nog wel bij de eerste 5. Ja. De Meer is koploper, naar de Floris is kansloos van. 16 punten, IVV heeft er 15, Weesp 13 uit 8, Soest 12. En Roda is inderdaad dus gezakt nu naar van de tweede naar de vijfde plaats met 11 punten uit 7 wedstrijden. Ja. Goed, dan gaan we naar de derde klasse C. En ja, Peet, we weten de uitslagen natuurlijk al. Dus we hebben zo direct weer het overwinningsselfie van Martinez. Ja. Maar eerst even, ze winnen met 3-0 van Zwanenburg. Moet je even kijken, we hebben beeld van de derde goal van Luka Mizumi. Let op degene die dit filmt. Mag jij zeggen of hij Martinez supporter is of niet? De bal wordt niet weggewerkt. En daar is daar Luka Mizumi.
Hey, deze supporters ook gewoon mee te juichen met die goal. Ik dacht dat die bal overging. Wil je hem nog een keer zien? Ja. Kun je hem nog één keer zien, jongens? Ik denk, hij volgt die bal. Nee, hij is aan het juichen. Komt-ie, corner Martinez. En eigenlijk heb ik wel frappant. Je keeper bokst die bal weg, wordt opgeruimd. En eigenlijk lijkt het gevaar helemaal gelijk. Ja, we hebben een beetje in moeten zoomen. Het gebeurt allemaal op de achtergrond. Ja. En ineens is die bal daar terug. Ja. Hup, en juichen. Ja. Hey. Maar die keeper. Die gaat wel mooi door het midden uit, hè? Heel zacht balletje. Was niet heel best. Maar, trouwens, even. Dat clubhuis is nu afgebroken, hè? Ja. En Alex van Elven stuurde ons deze foto. Ja, dan moet je dus voetballen. En is dit je achtergrond, Peet? Het is een kunstwerk. Ja, je kan ook zeggen, hadden jullie de Germanenbezoek zaterdag? Ah, dat vind ik fout dat je dat zegt. Een grapje. Maar jezus, Mina, wat een beeld, hè? Ja, maar ja, nostalgie. Maar B, wat al die gasten bereikt hebben met de inzameling en alles. Wat er straks neergezet wordt bij Martinez, petje af. Ja. Nou goed, dan mag ik zie toch wel een paar supporters langs de lijn trouwens. Maar goed, er zijn misschien bestuursleden of ik weet het niet. Laten we daar maar niks over zeggen. Nou, ik zie allemaal bekenden, dus dit zijn allemaal bestuursleden. Ja. Hey, nog heel even over de voorbereiding van Martinez. Nou ja, je ziet al dat het clubhuis is gesloten. Ze gingen naar Abina. Kijk, daar zit onze Tom Verhoek. Ja. Ze boort mee. Ja, er verandert niet veel aan, want... Of ze nou bij Martinez zitten of bij Abina, het is allebei hun clubhuis. Dus, is dat zo? Ja, gezellig. Ja. Ja, hier was dan de wedstrijdbespreking. Maar goed, dat werd uiteindelijk dus 3-0. Een eigen doelpunt, Ralf Groenteman. En die goal die we net zagen van Luka Misumi. Ja. En Peet, dan is het wachten op de volgende foto. De juiste foto, ja hoor. Zien we Tom? Nee. Heb je hem weer gemaakt? Jawel, ik zie hem. Waar? Aan de linkerkant, achter de jongen met het licht haar. Hij staat erbij. Hij is hier ook jong op, Tom. Zie je dat? Hij gaat mee gewoon met die jongens, hè? Mooi. Goed, nou blijf deze foto's sturen. Heb je andere leuke opmerkelijke momenten, video's? Laat het ons weten, redactie@rtva.nl. Wat wij nog zeggen over die foto? Gewoon gefeliciteerd met Martinez weer. Ja. Punt. Laten we de stand erbij pakken, want die wordt nu leuk. Martinez, bovenaan. 19 punten uit 7 wedstrijden. Dan VSV met 18 uit 8. Zetterschio 16 uit 7. Zwift 15 uit 7, Purmerend 12 uit 7 en Nieuw-West United 11 uit 6. Kijk, komen zo bij het programma, want dat wil ik eigenlijk naartoe spaans. Ik moet alleen nog even melden dat Nautilus in de vijfde klasse met 5-3 verloren heeft van Muidenberg. Zakt nu wat weg op de ranglijst, 8e met 8 punten. Dan het programma voor komende week, Peet. En dan zien we het eigenlijk al. ANVJ, Roda, Amstelveen spelen allemaal uit zaterdag. Amstelveen trouwens tegen Buitenveldert. Maar dan de zondag. VEW Sporting Martinez. Ja, dat is zaterdag. Ga je er helemaal heen? Nee, daar ga ik niet naartoe. Nee, jij hebt genoeg aandacht gehad nu. Zwift Sporting Martinez is zondag. Ja. Op het Olympiaplein. Ja. Wat mij betreft samen met ZSGO de drie ploegen die gaan strijden voor de titel. Ja. Ja. Ik denk dat voor Martinez dit seizoen aankomt echt op een paar wedstrijden. Ik denk wanneer Martinez deze wint van Zwift... Ja. Dan wordt het wel heel warm, hoor. Ja, nou ja, goed. Ook hier geldt natuurlijk pas 7-8 wedstrijden gespeeld, hè. Ja, Zwift moet van de week nog inhalen. Dus dan zouden zij op 8-18 kunnen komen. Dus ja, Martinez moet in ieder geval niet verliezen. Nou, maar Martinez gaat niet verliezen. Nee? Nee. Wat zetten we erop? Zak pepernoten? Nou, ik zeg 1-3. 1-3? 1-3. Martinez wint gewoon bij Zwift. Twee zakken pepernoten. Twee zakken pepernoten. Nou, die staan erop. Oké, Peet. Dankjewel. Jij ook, gezellig. Zie elkaar volgende week weer. Ik ben benieuwd hoe groot die zak is die je meeneemt voor me. Dankjewel voor het kijken. Dit was speelronde 8, aflevering 6 van de 8 van Amstelveen. Volgende week dinsdag rond lunchtijd zijn we er weer. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Padkel Steigerbouw, de steigerbouwer van Amstelveen.